Yo kijkers van Duffy Games, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik ben hier vandaag met Rusky. Hoi. Yo, en subscribe op mijn channel, staat in de beschrijving. Ja, link staat boven. En ik ga vandaag Cosmo rondleiden in het deel van Vistara. Ja, dit is het andere deel. Een ander deel heb ik al laten zien. Dat is, het sneeuwt hier. Lol, ik kom uit de desert, dik koud hier. Goed, ik kom dus. Ik heb dus het andere deel van Vistara heb ik laten zien. En dit is dus weer een ander deel. Dit is van Daniel zelf. Dus ik zou zeggen, leid me rond. Nou, dit is haven. Ik moet een taxi pack nog aanzetten van jou. Ja, John Smith. Want dan zien de kijkers zoals ik het, hoe ik het bouw. Oké, wacht, gaat hij nu aan? Eén moment. Want sommigen hebben een ander beeld dan ik heb. Ja. Nou, dit is de haven. Nog lang niet af. Hier komen gewoon boten, schepen. Dit is zeg maar het handelsgebied. Laat me checken, Oh, daar regent het, hier sneeuwt het, lol. Heel vreemd, ja. Volgen. Ik volg. Hier is het kasteel. Ja, het kasteel is het troonzaalachtig iets, of? Ja, de troonzaal, ja. Oké. Gaan we eerst, we gaan hier even naar beneden. Wat is dit dan? Nou, volg maar. Ja, straks is dit een luur, jongen. Nee, gaat niks gebeuren. Het is een kleine gevangenis. Right. En die is gelijk langs de railway. Oh, dat is wel vet. Dus je kan mensen langs zien komen. Ah, stapelbed, vet gemaakt. Waarom? Thanks. Right. We gaan verder. Ook lekker in zo'n cave. Okay. Nou, er is nog niks. Het is pas één cave van de meerdere. Mm-hmm. Maar er is iemand. Waar? Oh, daar. Ik heb geen Optifine, dus ik kan het niet zien. Dit is Michael. Ah, hij staat in die slab. Dus, kom. Okay. We gaan even het kasteel in. Is goed. Zit er traps in of iets, of alleen kasteel? Nee, gewoon een kasteel. Oké, ja, kan toch? Ja, alles kan. Dit is gewoon de troonzaal. Dit is die mooie stoel die jij mooi vond. Deze stoel is echt epic, jong. Kijk, kijk zo. Kijk, nu heb je een stoel. Nu heb je Nu heb je vliegmachine. Een Jennifaanse vliegmachine. Je weet het zelf. Oké, nou, trouwens, er moet nog wel wat gebeuren, neem ik aan. Oké. We gaan even hier rechtsaf hier naar binnen. Wat? Lekker donker hier. Ik ben nog niet klaar. Ik doe niet voor niets achter de schermen. True. Oh, we gaan hier naartoe. Okay. En dan kom je hier naar binnen. Oh, kunnen hier ook nog naar binnen? Hij had sneeuw in huis. Hij de bibliotheek. Heel vreemd. Dit is zeg maar een bibliotheek, ja. Het begin, maar ik kom naar boven. Kijk, hier is zeg maar mijn kamer. Dit is jouw kamer. Want ik ga binnenkort storyline beginnen, dus dit is voor een storyline, dus dit dorp. Mensen houden aan zijn kanaal in de gaten, binnenkort storyline. Cosmos zouden ook wel in voorkomen waarschijnlijk. Oh, die ket hoor. Hier weer zo'n lijpe vliegmachine, hier hoppatee! Heel veel lijpe vliegmachines in mijn kasteel. Maar je zegt niks van mijn bed. Ja, het is gewoon een bed, hè. Ik kan hier naar buiten kijken. Het sneeuwt nog steeds. Oké. We gaan verder. We gaan verder. Sorry. De deur achter je dicht doen, alsjeblieft. Oh, sorry hoor, meneer. Ik ben wel een koninklijke wachter, ja? Hoor je dat? Ik ben koninklijke wachter. Dus. Ik ben koninklijke Rus. Nee, jij bent gewoon een Rus. Aardig van je. Zeg maar een rondje draaien in de bocht. Lol. Ik kom. Oh, het is hier weer zo koud, man. Ijskoud. Dit is een paardenstal. Zoals velen weten komt in 1.6 een update met paarden. Dus dit wordt alvast voor de paarden om te reizen en zo. En andere dieren? Of niet? Ja, maar die horen daar niet. Oh. Ja, weet ik veel. Kom, nu laat ik je echt een leuk gedeelte zien. Nou, ik vind het leuk. Oké. Maar we moeten niet alles laten zien, hè? Want anders... Oh, die zombie. Ah, ik laat je gewoon even een leuk stuk zien. Oké, want als we nu meteen alles laten zien, dan weet ze ook niet meer wat we allemaal...
Nou ja, ik snap het. Wat, waar gaan we heen? Nou, volg maar. Ja. Dit is gewoon een tussenstop. Water. Waarom is hier geen treinspoor? Ik bedoel, weet je, moet nou maar lopen. Ja, hier moet ik geen treinspoor komen. Kijk wat je hier zo mee maken. Holy shit. Wat is hier komt een is hier ondergrondse stad. Bomen. Oké, okay, maar het is hier wel donker. Ik denk niet dat de mensen het kunnen zien. Nou ja, dit mensen. Wordt een ondergrondse stad voor de mensen die het wel kunnen zien. Het is echt groot hier. Oké, okay, het wordt nog groter. Is er nog iets wat je wilt zien of ik wil nog gaat eventjes, het hier? Wacht, ik wil boven hierboven ergens. Er was nog volgens mij nog iets. Ik weet niet zeker. Even checken. Je bedoelt iets van een toren of zo? Of een ja, zoiets denk ik of zo. Ik weet niet, daar ben ik benieuwd naar. Nou, dat is ook wel een leuk gedeelte op zich. Nou, dan gaan we dit ook nog doen, want daar heb ik zin in. Zombie, la 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 la. Is weer de deur niet achter je dicht? Jij moet er toch nog door? Ah, beskap. Dat ding, ja. Oké, loop maar. Wat is dat, een molen? Ja, windmolen. Je moet van voor kijken, dat is misschien beter. Komt hij nu mee? Oké, oké. Kan je er ook in of wat? Ja, maar ik moet nog een trap erin maken. Oh, oké. Okay. We kijken nog even naar één stukje en dan staat het dan. En daar die toren. En nog een toren. Is dat de uitkijktoren ofzo waar je vanuit... Oh ja, en hier ga ik ook nog iets maken. Het is gewoon niet af, maar... Dit was zeg maar zo'n drop zone. Zeg maar, je wordt je ingedropt als gevangen ofzo. Dan als dan moet je met dood moet. Hoe heet dat? Dan moet je met pistons doen. Dan moet je zo staan, dan word je zo ingeschoven. Ja, het kan best dat je zo wegvliegt. Ja, wegvliegt. Oh, kampvuur. Nee, het is een... Lekker warm. Yeah. Hier is tenminste warm. Ja, hier hou ik van. Warmte. En dit is een uitkijktoren over de hele dorp, de stad. Dan ga ik helemaal naar de top toe. Zo. Oh, nu kan je wel even mooi alles zien. Even een mooie overview. Wow. Nou mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dat is even een tour door Vistara. Zeg maar het andere deel van Vistara. Ja, dus abonneer even op Daniels kanaal. Link in de beschrijving. Abonneer op mijn kanaal. En vergeet de video niet te liken. En moet jij nog wat zeggen? Nou, bedankt voor het kijken. En jij doet het van moeder Russia. Of niet? Zeg het. En voor Madarina. Later.